Ja, de ene wil profvoetballer worden en ik wil sterkste man worden. Ik ben vroeger al vanaf kleins af aan ben ik fan van Wout Zijlstra en Jano Amst. En ik heb altijd gezegd dat ik het zelf ook wou doen. Nu komt jouw onderdeel. De begeleider van Kelvin is meteen zijn idool, Wout Zijlstra. Wout is meerdere malen de sterkste man van Nederland geweest, maar is al enige tijd gestopt en nu op zoek naar jonge talenten zoals Kelvin. Zijn vader mailde me. Ik heb een zoon die heel groot en sterk is. En mag hij bij jou komen te trainen? Zo is het gegaan. Nou, ik zou brengen maar. Want het is ook een kwestie van vertrouwen natuurlijk een beetje. Natuurlijk, het belangrijkste is de techniek natuurlijk. Nou, je moet je niet verscheuren of vertillen. Daar werken we nu al elke tijdje aan. En zijn vader komt dan mee, of moeder, te kijken hoe goed dat met elkaar. Maar het gaat best. Hij houdt het goed vol.